Hallo Kastelierpte, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Jesus Kainis. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en we hebben vandaag nog een beetje een probleem, want er is hier nog een beetje brand aan de gang. Maar dat terzijde, volgens mij gaat het nog wel redelijk. Ik moet nog eventjes kijken hoeveel ik nog weer nodig heb voor de... Oké, 65.000 mensen, dat is nog behoorlijk wat. Maar dat maakt er serieus niet zoveel uit. En ik zie ook dat hier de... Het vervuilde water ook weer een beetje weggaat, dat is ook heel positief. Dus dan is dit ook gewoon helemaal clean. En eens even kijken. Hoe zit het met onze trein? Die verloopt volgens mij wel prima. Had ik eigenlijk nog ergens anders iets van een metro staan of zo? Nee, helemaal niet. Forest fire is raging in the area. Leave campsites and treehouses immediately. En ik denk dat ze met schepen niet echt nut hebben hier in. Want ja, we zitten niet echt aan de zee. Maar dan moeten we in ieder geval onze stad wel weer gaan uitbreiden als we meer inwoners willen gaan hebben. Eens even kijken. Het zit eigenlijk met onze scholen. Volgens mij wel redelijk goed. Ik zie ook ondertussen maar even wat meer pakjes neerzetten en zo. Dat heeft meestal ook nog wel een beetje nut. Ik vind ook wel gewoon komisch dat deze trein echt wel precies tussen de stad doorrijdt. Nou. Dit moet ik dus even aanpassen. Kijken, dan moet ik hier dus overheen. Zo ja, kijk, dat is beter. Ik weet niet of dat dan toevallig met de treinlijnen te maken heeft. Oké, nee, die doet het gewoon nog. Mooi. Maar het verloopt wel prima in onze stad, dat is wel heel fijn. Alleen hier hebben we nog een beetje een open plekje. Misschien nog een beetje industrie. En wat ik ook dan kan doen, is dit zo mooi connecten dat het ook overgaat naar... even denken daar... Nee, dit kan ik gewoon mooi naar winkeltjes maken, want dat hebben we nu voornamelijk nodig. Kijk, ligt hier al een waterleiding? Nee. Dat niet. Maar nu wel. Eigenlijk moeten we onze stad ook wel een beetje, misschien aan deze kant wel een beetje gaan uitbreiden binnenkort. Maar eerst moet hier gewoon even een vliegveld proberen te komen. Misschien even een beetje te bedenken waar ik misschien... En wat ik ook kan doen is gewoon naar deze kant een beetje gaan uitbreiden. Kan natuurlijk ook. Hier hebben we natuurlijk ook al ruimte zitten. Hoe zou ik dat doen? Zou ik dan hier zo'n interjunction maken of zo? Zal dat misschien mogelijk zijn? We hebben natuurlijk niet. Maar ja, wacht, we kunnen dit land wel kopen.
denken. Hoe gaan we dit doen? Als ik hier dus... ja, dan moet ik eigenlijk wel een soort, net zo'n interjunction als hier hebben. Ik weet niet waarom ik interjunction doe. Dat volgens mij heeft er wel een andere naam. Intersection, ja. Hier. Ik ga dit gewoon even gauw even weghalen, want het, alles mag even weg hier. Oké, dan moeten we dan binnenkort nog even connecten. Wow, dat is wel heel groot. Dan moeten we onze wegen wel even wat gaan verleggen dan. Kijk, want die kan dat zo mooi daar aan en die ook mooi daar aan. Dus die zit al goed geconnect. Deze ook wel een stukje weg. Zo. Oké, hoe gaan we dit doen? Zoiets. Dit is wel een hele mooie hoe dit kan. Dus moet ik deze weg gewoon even weghalen. Dat kan misschien nog wel even een beetje wat helpen, denk ik. Niet heel wat, maar hey, alle beetjes helpen. Dus dan ga ik ondertussen hier vast eventjes deel te maken. Voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even aan Tom. Deze voetballs even neerleggen. Die leg ik dan gewoon mooi tot hier aan. Zodat dit gebied in ieder geval helemaal droog sowieso ligt. Dit is natuurlijk ook al wel een mooi gebied om huizen neer te zetten. Ik denk dat ik mooi dit even kan doen. Oh. Misschien dat het nog wat beter is dan deze voetballs. Zo, ook gelijk onder de autobaan door, dat is ook wel mooi. Dit moet even een beetje opgevuld worden.
Misschien een wat grotere brus helpt wat makkelijker. Dit allemaal een beetje weghalen. Ja, dat kan wel. Even kijken. Nu is dit weer wel wat te hoog. Dat is allemaal een beetje een probleem. Moeten we even een beetje aanpassen. Waarom gaan er zoveel mensen weg? Ik denk dat het ook te maken heeft dat er zoveel doden zijn omdat de industrie zo dichtbij zit. Misschien dat ik de industrie ook beter later even ergens anders naartoe kan verplaatsen. Misschien is dat wel een verstandig idee. Nee, niet dat. Ik heb deze nog. Zoiets, ja. Hoppakee. Zo, dat ziet er ook wat beter uit. Kunnen we ondertussen dit gebied even een beetje mooi maken. Dus dat is misschien wel een project voor de volgende keer. Dat ik daar gewoon een heel de industrietrein ga maken. Zodat er hopelijk minder dooien zijn die altijd gebeuren. Want dat is gewoon een ding dat best wat is. Kijk, dit moeten we dan wel eventjes goed. Mooi, hoppakee. Dus maak ik hier gewoon een aantal wegen van. Die stenen natuurlijk wel aan de kant. Net deed water. Is het toevallig iets met de. Nee. Dat is het niet. Kan ik daar een beetje informatie over zien? Levels, health. Ik denk dat het ook wel hiermee te maken heeft. Moet ik even nadenken hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik hier verderop wel een industrietreintje kan maken. Of maak ik gewoon hiervan een industrieterrein. Laat ik dat maar doen. Laat ik hier gewoon een industrietrein van maken. Ook niet daar, jibber.
Zo. Dus dan moeten we natuurlijk ook nog stoppen van deze kant van de autobaan naar de andere kant toe gaan. En natuurlijk een waterleiding. Empty. Alles moet leeggehaald worden. En dan halen we de industrie hier gewoon weg. En die cargo terminal, die laat ik daar dan wel gewoon staan. Oh wacht, hier is ook zo'n... Die kan ik misschien beter even weghalen, want we hebben toch nog behoorlijk wat stroom. Kan ik natuurlijk altijd nog een cargo train met die terminals even naar de andere kant van de stad maken. Naar de industrietrein. Dat is natuurlijk wel wat verstandiger. Okay, alle industrie is daar dus weg. Dus daar gaat natuurlijk wel weer een hele hoge nood van mensen die graag natuurlijk weer werken komen. We moeten eigenlijk nu alvast even wat voor doen natuurlijk. Ik kan dan mooi wel daar naartoe. Even kijken. Zo. Maak dit gewoon zo uitgebreid mogelijk eigenlijk. Dat we gewoon al het ruimte kunnen gebruiken. En zodra we natuurlijk ook de vuilnis stopplaatsen daar weghalen, dan moet dat eigenlijk nog wel ook nog een andere plek hebben dat we dat kunnen plaatsen. Maar dan moeten we even gaan kijken waar we dat precies gaan doen. Zo. Dus dan zouden waarschijnlijk nog wel heel wat inkomen weggaan natuurlijk. Dus ik ga dat nu alvast laten beginnen. Ja, alle industrie wordt er natuurlijk weggehaald.
ga nog wel even wat inkomen mislopen, dat weet ik. Maar het moet maar. Zo, wat hij gelijk helemaal leeg maakt. Building is emptying, dat is allemaal mooi. Wacht, ik heb wel een busdepot. Het gaat niet helemaal door mijn hele stad heen, maar dat maakt het in principe ook niet heel wat uit. Oh, er zijn nog een paar kleine puntjes met industrie. Waarom wist ik hier niks van? Oké. Incineration plans, die laat ik natuurlijk nog wel even staan, omdat die gewoon nog shit verbranden. Meteorologists have issued a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. Rip. Nou, het land begint alweer goed te worden. Dat is mooi. Ja, dit is dan natuurlijk niet meer nodig als het... alle connectie met de stad is. Maar ik ga ondertussen weer deze aflevering afsluiten. We hebben dus in deze aflevering al behoorlijk wat gedaan. We hebben dus hier een nieuwe industrieterrein. En hier komen dan later weer nieuwe huizen te staan. Dus die ruimte kunnen we dan binnenkort ook weer goed gebruiken. Maar ik ga nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.